werkbaar tot nieuwe kledij. Als naaiatelier met een theehuis geweest. Met muntgouden belgrijzen. De theemakers gingen aan het werk. Dit was niet zomaar iets. Ze knipten, beten en naaiden het allermooiste. Niets. De keizer kon niet langer wachten. De minuten voelden als uren. Daarom stuurde hij zijn eerste minister om stiekem bij de kleermakers te gaan huren. De minister werd bleek. Hij zag de kleermakers druk knippen, beven en vouwen. Maar hun handen waren leeg. Moest hij zichzelf nu als dom beschouwen? De minister, even geschrokken, bedacht daarom snel een tactiek. Met veel enthousiasme vertelde hij de keizer, het wordt werkelijk magnifiek. Verheugd door het goede bericht en voorafgegaan door zijn keizerlijke stoet, trok de keizer daarop naar het theehuis, zijn nieuwe kleren te genieten. Eindelijk mocht passen, werd hij toch wel een beetje bleek. Hij draaide voor de spiegel, maar zag de kleren. Zijn hemd was.